talent volgen we een nieuwe lichting duivenliefhebbers met een passie voor de duivensport. Ze zijn jong of al iets ouder, maar ze hebben één ding gemeenschappelijk. Ze dromen ervan prijzen te pakken en topduiven te kweken. Ik ben Lander Loormans, ik ben 16 jaar. Ik kom uit Limburg en mijn passie is duivensport. Weinig jongeren komen per toeval in contact met de duivensport. Vaak gaat er een lange familietraditie schuil achter de eerste prijzen en de succesvolle kweekduiven. Toch krijgen heel wat jongeren de microben ook te pakken door een toevalligheid. Ook bij Lander was dat het geval. En hoe kan het ook anders? Als een millennial vond hij de weg naar de sport via het internet. Ik zat op YouTube en ik kwam een filmpje van een lossing van Barcelona tegen. En ik vond dat natuurlijk spectaculair hoe al die duizenden duiven in de lucht kwamen dan. En dan ben ik daar eigenlijk meer informatie binnen over opzoeken op YouTube dan. Niet veel over gevonden, omdat er niet veel online aan staat, maar hier en daar twee dingen gevonden. En dan van daaruit is eigenlijk een beetje mijn passie ontstaan. Gepensioneerde liefhebbers hebben zeeën van tijd en spenderen ettelijke uren op hun hok. Voor scholieren ligt dat wat moeilijker. Nu geef ik zo na school om 4 uur laat ik ze uit. En dan komen ze heel goed binnen, want dan hebben ze tot 4 uur eigenlijk geen eten gehad. En dan direct binnen, vliegen, binnen, eten en dan goed eten. En ja, dat is het eigenlijk. 1 keer per dag krijgen ze eten en dat werkt goed tot nu toe. Dus ik pak het gewoon aantal eten. Wat ik altijd geef, 2 schepjes. En dan doe ik in mijn pot om te mengen. De deksel erop. Dan pak ik wat product voor erop te doen. Dit is nu een olieke. En dan pak ik dat. Een klein beetje van in, niet te veel. Zo, en dan doe ik daar wat mineralen bij. Hangt elke dag is iets anders, want kijk, dat doe ik allemaal onder het eten. Daar kan ik allemaal eronder mengelen. Dus dat is altijd elke dag iets anders. Ik doe daar wat bij. Nooit te veel, nooit te weinig. Gewoon perfect proberen te doen. En dan mengelen. En dan doe ik er ook nog een beetje snoepzaad bij. Een klein hampelje. Gewoon zo weinig. 20 duiven, heel weinig, dat ze wat kunnen pikken. En dat is dan zo. En dan kunnen we eten geven ze. Ja. Dit is het duifje. Dat is eigenlijk een van de duifjes die ik zelf als eerste gekweekt heb uit 2 van mijn beste duifjes. En die is eigenlijk heel goed gelukt. Dus je kunt zien de vleugel. Het is een devinneke, een beetje licht geschelpt. De spieren zijn er zeker aanwezig. Buikje. Jonge liefhebbers zonder enige voorkennis hebben één ding gemeenschappelijk. Ondersteuning door de oudergemeenschap. Een koppeltje duiven en een handvol tips. Onmisbare sleutels om te kunnen starten. Ik wou dan een duivenkotje bouwen, maar ik woonde op het appartement. Dus heb ik dat een beetje niet kunnen doen. En toen daarna heb ik eigenlijk beslist van ik ga toch gewoon een duivenkot bouwen. Ik wist nog niet waar ik het ging zetten eigenlijk. En dat is dan eigenlijk dit duivenkotje geworden. Dat heb ik gebouwd met mijn opa. En dan heb ik het hier op de oprit bij oma en opa mogen zetten. En dan heb ik Duivenbond, de Koninklijke Duivenbond Zonhoven, gecontacteerd om dan daar te spelen. Een paar mensen ontmoet, daar duiven van gekregen. Van iedereen een paar duivenliefhebbers duiven gekregen en van daaruit beginnen spelen eigenlijk. Het was helemaal niet gemakkelijk, want allez, ik wou duiven hebben, maar ik kende geen duivenmannen. Ik wist er niks van. Ik had het hokje ook gebouwd voordat ik een duif vast gehad had. En het was eigenlijk niet zo goed gebouwd, het hokje. Maar ik heb dan contact opgenomen met Jaak Konings van Duivenbond Zonhoven. Hij heeft me dan heel goed geholpen. Ik ben elke dag naar daar gegaan. Meer in de hand duiven gekregen en zo. En dan, vandaar is het allemaal goed gegaan. Ja.
ik had dat wel eens op school verteld en zo. Ja, er werd wel mee gelachen en zo. Of dat was wel iets specialer dan. Maar dan ben ik van school veranderd. Niet daarom, maar gewoon voor mijn richting. En ik heb dat dan niet echt beslist om te zeggen tegen vrienden dan. Maar ik heb dat wel tegen mijn beste vrienden gezegd en zo. En die vonden dat wel ja, leuk, speciaal, chic. En ja, dat vonden we wel leuk. Maar niet iedereen weet dat, maar toch wel mijn beste vrienden. Lander vond zijn liefde voor de duiven op YouTube en besliste om iets terug te doen voor de community. Op dezelfde website maakt hij furoren met zijn eigen content. Ik heb nu, ik denk, 3000 subscribers en 200.000 views toch al. En ik doe dat ook in het Engels, ik spreek dan in het Engels in. Ja, dat is eigenlijk gewoon voor de duivensport ook te promoten natuurlijk, omdat het niet gaat uitsterven of zo binnen x aantal jaar. Door die filmpjes heeft een jongen van West-Vlaanderen mij gecontacteerd en die heeft gezegd van door die filmpjes ben ik eigenlijk ook, wil ik ook beginnen met de duivensport. Dus daar ja, word ik wel blij van natuurlijk. Prijzen komen niet uit de lucht gevallen. Lander is goed op weg, maar moet zijn eerste grote prijs nog pakken. Naast een goed hok en goede duiven is er ook een portie geluk nodig. Ik had de vijfde gespeeld van een paar honderd duiven, maar het duifje was hier op 3 minuten blijven zitten, dus ja. En dat duifje heb ik nog altijd, dus ja. Het was dichtbij, maar net niet. Maar dit jaar moet dat wel lukken, denk ik. De toekomst ziet er goed uit voor Lander. Met een groeiend YouTube-kanaal en een eerste succesvolle kweek vorig jaar, hoopt hij de komende jaren zijn eerste prijzen te pakken. Ik wil, omdat dat mijn hobby is, ik wil eigenlijk van mijn hobby mijn job maken. Dus in eerste instantie, ik wil altijd de duivensport wel blijven doen en ik wil proberen daar ook mijn job van te maken eigenlijk. Maar het is niet dat ik het voor het geld doe of zo. Want nu sta ik echt helemaal in het rood bij de duivensport. Dus.